Yo mensen van SK Games, welkom bij weer een nieuwe aflevering van je Nava Castle Defend. Ik ga heel even snel iemand kicken, want ik heb hem nou voor de vierde keer gezegd dat hij niet met kut en al moest schelden. Dus weet je wat, boeien. Als je het nog één keer doet, dan moet je het me even vertellen. Ook al kan dat niet. Maar in ieder geval, welkom bij weer een nieuwe video van je Nava Castle Defend. Vandaag gaan we nogmaals proberen te winnen. Ik hoop dat ik deze keer een attacker ben, want dat is veel leuker om te doen. En we gaan het gewoon even zien. Misschien dat ik dit wel vaker ga doen in je Nava Castle Defend. Want ja, dat is natuurlijk leuk om op te nemen. En er loopt iets vast. Yes, ik ben een attacker. En we gaan dus lekker de Nexus aanvallen. En dat doen we natuurlijk met een tactiek die ik bijna overal gebruik. Want ik heb zowel mijn eigen tactieken als andere tactieken van anderen. Maar ik win meestal wel als attacker. Want ik ben echt heel goed in je Nava Castle Defend. Niet om op te scheppen of zo, maar ik doe dit best wel vaak. Ik heb het wel iets minder gedaan, want ja, ik heb anderhalve week zonder internet gezeten. Dat hebben jullie trouwens op Twitter eerst kunnen horen, maar dat is alweer een tijdje geleden. Maar, nou, een tijdje, een week, misschien anderhalf of zo. Maar dat was inderdaad, oh nee, mijn tactiek jongens. Hij gebruikt mijn tactiek, maar ik peer hem lekker snel. Sletje, oh nee, wat is dit? Oh nee, gaat hij mij focussen? Oh nee, het blijft sowieso van me af. Nee, ik ga wel weg, jongen. Ja, pak me dan. Ja, leid hem af. Beer ik hem. Hij is gewoon mijn aas. Of ja, mijn aas, mijn lokaas. Oh, hij ziet me niet meer. Hij is op iemand anders gefocust. Beter staat er nog niemand bij Nexus 1. Dat vind ik altijd chill. Komt hij mij volgen? Nee, jawel. Ik hoorde een ding. Je weet wel, zo'n escape iets hoorde ik. En die dingen zijn niet chill. Maar ik zie eigenlijk niemand. Dus we gaan het gewoon proberen. Oh, die arrows horen of zo? Jezus. Ja, die arrows horen gewoon. Kijk eens aan. Kijk, dit is hoe we het doen, hè? Boom. En dan gaan we. Beter komt er even niemand. Ah, hij zit hier boven. Wat doet hij nou? Hij doet helemaal niks. Huh, waar is hij? Ik zie hem niet meer. Of is hij nou gecrouched? Is dit voor mij? Ja, oké, pak hem. En toen crashte deze game hem. Oh nee. Wat gaat die gast doen dan? Was hij voor een defender? Dat is één. Oké, dan gaan we naar twee. Is legit. Nope. Doei. Kijk, dit is ook weer zo'n tactiek van mij. Huh. Oh nee. Oh ja. Even kijken hoor. Kan ik nog even healen? Daar pas, kan ik hier op? Dadelijk? Nee, hè? Oké, dan gaan we hier even healen. Wachten tot hij weggaat. Wat dacht je van nu? Kijk eens aan. Rennen! Rennen! Als hij één keer met die comment doet, dan ben ik er wel geweest. Volgens mij zit hier ook al niemand. Jezus, we zijn er allemaal heen. Spawnkill of zo? Nee, niet rebooten. Nee, of is dit gewoon een... Ik ben net lekker bezig. Jezus. Waar is iedereen? Even serieus. Oh, de server is wel een beetje leeg. Slash Ben Bruin Schelden. Zo, doen we dat. Oh, daar komt de vent aan. Kut! Sorry. Maar ja, dat is wel een beetje. Dit is zuur. Dit is echt zuur. Nou, we gaan gewoon meteen rushen op die 2. Want 3 is natuurlijk wel iets makkelijker te pakken als alle anderen. Want 3 heeft zoveel wegen er naartoe. Denk aan de Reve. Ook via de Gijs kun je daar naartoe. Kom jij, ik ben ervan. En neem nu op. Maar je hebt ook via die gangen daarboven. En al die dingen. Dus dat is wel chill. Maar ik wil eerst 2 even uitschrijven. Waarom werkt mijn grappling hack niet? Grappling hook, zeg ik. Even kijken. What the fuck? Is hij aan het rebooten nou? Oh nee. Lol. Bucht een beetje. Kom op. Waarom werkt het niet? Het is deze. Nou ja, oké. Dan geen grappling hook. Dan is dat een... Ah, daar is net een attacker. Of een defender. YOLO. Spring maar de nav in. Ja, dat is natuurlijk het allerslimste om te doen. En waarom staan daar 2 defenders? Als ze daar staan, dan ga ik hier naar boven. Daar staat niemand. Jullie zijn niet de slimste... Oh, jezus. Ik wou zeggen, jullie zijn niet de slimste defenders. Maar ik ben niet de slimste aanvallers. Hier kom ik net achter. 1 ding is zeker, ik ga dat ding nu destroyen. Nee. YOLO. Ah, oh, god dang it.
Rennen. No. 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 No fucking way. No fucking way, vriend. Pieter. Pieter. Please. Even kijken. Jezus. Nice. Server. Uit. Terwijl ik aan het opnemen ben. Nou ja, jammer dan. Mensenvest Games, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video op Wesker Games. Vonden jullie deze Jenaaf Castle Defend nou leuk? Geef de video dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op Wesker Games? Abonneer dan even als je nog meer Jenaaf Castle Defend wil zien. En Community Craft en DDG Survival. En ja, dan check ik jullie allemaal later. Later. What the fuck?